De doelgroep die we vandaag hebben gehad, waren de vereniging van importeurs en de verenigingen van winkeliers. En het doel was om hun van informatie te voorzien. Daarin gaan we 1 februari zijn we bezig om met een verhoogde activiteit van ECD uit te voeren in het veld. En er zijn een aantal zaken geconstateerd. Volgens de wet en regelgeving konden we gelijk optreden, maar we hebben het gelaten. Wij zijn al een maand bezig om al de handelszaken erop te wijzen dat ze verkeerd zijn. We corrigeren, we treden corrigerend op, omdat ik denk niet dat het de bedoeling is om onaangenaam te zijn naar de ondernemers. We hebben dat meegenomen. We hebben onze bevindingen vandaag gepresenteerd aan de vereniging van importeurs en ook aan de verenigingen van de winkeliers. En we proberen ze dus mee te nemen in onze besluitvormingen, omdat wij vandaag toch enkele zaken hebben opgemerkt die eigenlijk ook een praktische oplossing behoeft. Kijk, het is een input die we gehad hebben uit het veld en we gaan het heel serieus meenemen. Maar niet alleen de Belastingdienst, er is ook hier aangehaald dat we de Consumentenbond ook moeten meenemen. Het is de bedoeling dat de volgende sessie wordt met de doelgroepen die vandaag hier aanwezig waren, met de partners. En dan is het de bedoeling dat we 1 keer proberen, plooien die daar zijn om ze glad te strijken. Het gaat niet in 1 keer lukken en dat hebben we ook met elkaar afgesproken, dat we constant in communicatie en overleg zullen zijn. We moeten de gemeenschap beschermen, maar aan de andere zijde ook de ondernemers. Dus het is natuurlijk laveren nu. Vandaar dus dat wij hun input heel veel nodig hebben. Dat wat wij geconstateerd hebben in het veld, dat is om de gemeenschap te beschermen. Maar natuurlijk, beschermen van ondernemerschap is natuurlijk ook een van de core business van het ministerie. Vandaar deze sessie en de sessies die nog zullen volgen. Oké, op de eerste plaats opereren we met een team. Team bestaande uit 4 ECD'ers. En in een team hebben we tenminste 2 BHVP'ers. Ze zijn getraind om zich op een zodanige wijze te communiceren dat het van de andere kant geen negatieve reactie opwerpt. Ze zijn getraind. De groepscommandant die krijgt een speciale badge vanaf nu om zich te legitimeren. Dat betekent dus ECD'ers alleen onder leiding van een groepscommandant kunnen optreden. We willen hiermee voorkomen dat er solo-acties worden ontplooid in het veld, wat wel gebeurd is. We zijn bezig eigenlijk de organisatie van ECD een beetje op poten te zetten en te laten functioneren zoals het moet. De ECD kan tot op een bepaalde hoogte optreden als BHVP'er. Maar op het moment dat er een geval zich voordoet waarbij de hulp ingeroepen moet worden van het Openbaar Ministerie. We hebben in ons midden ook een officier van justitie, hulpofficier van justitie, een inspecteur van politie. We dragen de zaak over aan hem. Die treedt in contact met OM voor verdere afhandeling. Dan is de zaak dan overgedragen aan OM. Nou, we waarderen deze informatiesessie van de Economische Controledienst. Het is belangrijk dat inderdaad de gemeenschap op de hoogte wordt gesteld van de acties en de maatregelen die eraan komen. Ik begrijp dat ECD een beetje strenger gaat optreden in de nabije toekomst. Maar er is een overbruggingsperiode van ongeveer een maand. We zijn geïnformeerd waarop men gaat letten. Zaken zoals prijsaanduiding, winstmarges, etiketering enzovoorts. En we hebben verschillende pijnpunten van ons eigenlijk aangekaart. Ik ben in ieder geval blij met de aankondiging dat de winstmarges van de winkeliers naar een werkbare hoogte gebracht gaat worden. Want je kan niet alleen repressief zijn, maar de winkelier moet ook zeg maar, de ruimte kunnen hebben om zijn bedrijf te kunnen draaien, rendabel te kunnen draaien.
Dus daarmee zijn we content. We gaan richting de gemeenschap informatie geven van wat we hier hebben vernomen. We zijn blij hiermee en we hopen die communicatie te blijven hebben. Ja. En die communicatie, ik kan me voorstellen dat de Squa deelt met een heleboel Chinese winkels. Zal dat vertaald worden vanuit de Squa? Ja, we zullen dat op de verschillende media, de Chinese kranten en ook bij de televisie, eigenlijk bekendmaken. Ja.